De ChristenUnie vindt bijvoorbeeld dat een arts zich ook veel meer moet afvragen, is een behandeling wel of niet echt nodig? En waar staat u op dat standpunt? Want ik kan me voorstellen, je kan een keuze maken als arts van nou, het kan, dus ik doe het. Hè? Een behandeling kan, dus ik doe het. Of ik doe het alleen als het bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Dat zijn natuurlijk dilemma's die direct invloed hebben, we hebben daar op heel de zorgkosten. Veel, een hele terechte vraag. We hebben ook met heel veel artsen over gesproken. En die zeggen bijna allemaal, dat is een gesprek dat louter en alleen thuis hoort in de spreekkamer van de arts, tussen de arts, patiënt en de familie. Maar het is wel heel veel effect ook op de kosten natuurlijk. Ja, maar ik denk dat in alle redelijkheid daar altijd wel de juiste beslissingen genomen worden. En het zal maar je eigen vrouw, dochter, kind, tante of oom zijn, waar die beslissing, u bent het niet waard. Maar het is wel die eerlijkheid, hè? En die eerlijkheid over kosten in de zorg en de pijnlijke keuzes die daar misschien mee samenhangen. Waar men voor oproept, van voer die discussie alsjeblieft. Ja, maar nou komt dus de solidariteit om de hoek kijken. Op het moment dat ik tegen iemand zeg die nu op de brancard ligt van, beseft u wel wat de zorg u kost? Ja. Dat vind ik een hele rare vraag. Als het mijn dochter is die een zeldzame ziekte heeft, dan vind ik een ongelooflijke smerige vraag als ze zeggen van, is uw dochter dat wel waard? Want het kost misschien 7 ton.